De leiders van verschillende christelijke organisaties hebben vandaag voor de vierde keer een sportactiviteit georganiseerd in het jeugdcentrum. Zij deden dit in het kader van de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Volgens apostel Steven Rijmen van de gemeente Logos staat deze get-together in het teken van eenheid en harmonie onder de christelijke leiders van de verschillende denominaties. Vanwege de COVID-19-situatie is deze dag alleen met de leiders gehouden, zegt Rijmen. Elk jaar hebben we dan broeders die ook in hooggeplaatste posities zijn. Dit jaar hadden we hebben een aantal uitgenodigd, maar minister Sergio Akinboto en minister Mike Noorsalim hebben gehoor gegeven om te komen. Zij konden komen, dus u hebt ze ook zien spelen. En u hebt ook gezien dat ze het vrij goed hebben gedaan. Dus dat is eigenlijk het doel om op de dag der vrijheid. 1 juli is de dag der vrijheden. Dat wij die vrijheid kunnen demonstreren en de eenheid die we hebben als niet alleen broeders en zusters, maar je hebt alles gezien, die hele Bromtjari van Suriname was hier. En dat is de bedoeling. Je houdt de COVID-regels in acht. We zijn leiders. We weten dat je wil je dingen doen, maar je moet rekening houden met de realiteit. Er is een realiteit. COVID is daar, gaat niet nu weg. Het is net zo als je in de winkel zou gaan, op een plaatje houden, 2 meter afstand. Inderdaad, bij het sport is er meer contact, maar het zal altijd daar zijn. Precies Desiree Perwijk van de EBG, die de organisator is van deze activiteit, geeft aan dat het een gezamenlijk initiatief is. Voor de COVID-19 situatie kwamen wij iedere zaterdag bij elkaar. Wij doen dit al 4 jaar en kijken er altijd naar uit, zegt de precies. En we hebben dus de ruimte gehad van het COVID-team om onder bepaalde voorwaarden toch het spel te hebben en dat we toch die 1 juli de emancipatie kunnen vieren met elkaar. En we zijn daar dankbaar voor. Er is een temperatuurmeter gekocht. En iedereen werd dus aan het begin gemeten. En ook regelmatig werden de handen verenigd. En dus we hebben geprobeerd zoveel mogelijk de hele maatregelen af te nemen. En dat mag zeggen dat ons aardig gelukt is. Precies Desiree Perwijk van de EBG. Hij sprak na de 1 juli get-together in het jeugdcentrum, waarbij leiders van verschillende christelijke organisaties sportief met elkaar bezig zijn.